Goedenavond. De Nederlandse ambassadeur Veling zal waarschijnlijk aanstaande dinsdag de ambassade in Kuwait verlaten en vertrekken naar de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat maakte zijn collega in Bagdad, ambassadeur Van Dam, vanavond bekend. Verwacht wordt dat ook de andere EEG-landen hun ambassadeurs opdracht zullen geven om Kuwait te verlaten. Het vertrek van ambassadeur Veling uit Kuwaitstad betekent nog niet dat de Nederlandse ambassade ook onmiddellijk zal worden gesloten. Daarover valt pas een besluit na overleg met de andere Europese hoofdsteden. Aldus minister Van den Broek, die vanavond terugkeerde uit Venetië, waar hij overleg voerde met zijn EG-collega's van Buitenlandse Zaken. Maria Henneman sprak met hem. We hebben de afgelopen dagen de ambassadeur laten weten dat hij in overleg met zijn Europese collega's, gezien het steeds verder teruglopen van het voorzieningenniveau voor ambassades, eventueel naar Bagdad kan gaan als hij dat zelf wenst. Eventueel is dus nog niet zeker. Hij moet zelf de laatste beoordeling maken, maar steeds meer ambassadeurs vertrekken inderdaad omdat hun het werken in die ambassades praktisch onmogelijk wordt gemaakt. En onder die omstandigheden hebben we ook gezegd, kun je van onze ambassadeur, die een behoorlijk karweide eigen kleid heeft, niet verwachten dat die oneindig daar blijft. Betekent dit dat de ambassade wel open blijft? Alle Europese ambassades blijven open. Sluiten zou betekenen eigenlijk annexatie erkennen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Jordanië heeft vergaande maatregelen genomen om energie te besparen. Dat gebeurde nadat Saoedi-Arabië besloot een einde te maken aan de levering van 35.000 vaten olie per dag, de helft van de Jordaanse behoefte aan olie. Volgens Jordaanse regeringskringen levert Saoedi-Arabië geen olie meer vanwege de Jordaanse sympathie voor Irak. Om energie te besparen sluiten regeringskantoren voortaan 2 dagen per week in plaats van 1 dag. Ook het gebruik van dienstauto's wordt beperkt en restaurants, cafés en bioscopen moeten eerder sluiten. Maar de meeste Jordaniërs blijven Saddam Hussein steunen. They can cut the petrol, they can cut whatever they want, but we are with Saddam. Jordanië krijgt dan ook nog steeds olie uit Irak. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk morgen de door president Bush ingediende begroting met enkele wijzigingen goedkeuren. Dat melden bronnen in het congres in Washington. Het congres is al vanaf vanmiddag in spoedzitting bijeen. Er lijkt een compromis in de maak met minder bezuinigingen op medische voorzieningen voor bejaarden en een hoger belastingtarief voor de rijken. President Bush houdt vast aan een bezuiniging van $50 miljard per jaar. Om zo het enorme tekort op de Amerikaanse begroting terug te dringen. De Amerikanen tonen een afkeer van het politieke handjeklap in Washington. They had months to do it and they wait until the last minute. That's politics. If they want to balance the budget, let them start with from the president down. His cabinet, his executive offices, the 535 congressmen and senators. Vandaag waren er al nationale parken gesloten omdat de overheid geen geld meer ter beschikking heeft. Oud-verzetsman Teenk Scherretsen is vanmiddag overleden. Hij kreeg een auto-ongeluk door een hartstilstand. Teenk Scherretsen was 82 jaar. Hij was actief voor het verzet in de oorlog en overleefde 3 jaar Duitse gevangenschap. Na de oorlog spande hij zich in voor uitkeringen aan oorlogsslachtoffers. Teenk Scherretsen was woensdag nog bij het feest van de Duitse eenwording in de West-Duitse ambassade in Den Haag. 2 jaar geleden kwam de oud-verzetsman in het nieuws wegens zijn pleidooi om de twee van Breda vrij te laten.